Dames, heren, jongens, meisjes, het is weer zover 1 jaar later en daar zijn we weer. Ik heb nu gewoon een jaarlijkse video door 538, dat is wel fantastisch, dat is echt leuk. Zoals jullie weten stonden wij vorig jaar op 538, 444.000 keer bekeken. Stond met name bekend om dit. Ogen spreken, maar ik hoor geen stem. En dit. Oi, 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 oi. Nee, echt niet best. En het wordt nog slechter, de allerlaatste. Oi. Oi, 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 oi. En dit. Ik ben stapelgek op jou. Dus dat konden we beter. Dit jaar heeft 538 ons geblast op een paar manieren. Ten eerste, we hadden 10 minuten optreden. Ik kwam er trouwens net achter dat als je naar de YouTube-pagina van 538 gaat, dat dan op de banner staat erop. Ja, trouwens, hij is 12 uur geleden geüpload. Hij heeft nu al 69.000 views. Mensen willen ons echt live zien. Echt schitterend. En we zijn dus achtergekomen dat ze hebben deze keer ons wat zachter gezet. Waardoor het echt een stuk beter klinkt. Nog steeds niet goed. Ja, we gaan gewoon kijken. Het is echt weer schitterend. Het is mooi. Wat een rust. Deze keer ook een microfoon gegeven, zodat je ziet. Het zijn ze echt. Mensen, jullie zien het. Crowd goes wild. De vorige keer stonden we best wel vroeg. Ze waren denk ik iets van 25.000 mensen of zo. Maar nu was het echt rammetje vol. Echt helemaal vol. 3, 2, 1, let's go. Ik wil je trouwens even melden dat Rut zat ik er helemaal naast. Dus nou 3, 2, 1 en dan beginnen we. Alleen omdat hij nu veel te vroeg was, we zeggen 3, 2, 1, let's go. Yeah. Klinkt nergens naar, maar wel gewoon mooi. Jullie zien wat Roel nu in heeft, we hebben tegenwoordig oortjes dat we onszelf horen. En eerst hoorden we onszelf helemaal niet, ja, dat is echt lastig zingen. En eigenlijk, als we die oortjes hebben, kunnen we echt heel goed zingen. Daar komt het op neer. Ja, echt heel erg goed. Ik zag je lopen. Kijk, en we hebben dus nu een soort van afspraak. Op het moment dat Rut de muziek wegdraait, stoppen wij met zingen. Want anders krijg je dus dit van Roel. Maar ik hoor geen stem. En dit van mij. En dan was ik het kwijt. De uitkom achter je aan te rennen. Er werd trouwens gezegd dat we playback, dat is echt niet zo. Alleen ze hebben onze stemmen gewoon wat zachter gezet. Wat beter is voor iedereen's gehoor. Daar lijkt het ook een stuk beter. Alleen wij zingen dus gewoon met het bandje mee. Want we hebben geen set zonder bandje. Dus daardoor klinkt het nu best wel prima. Best wel. Mijn hart ging sneller kloppen. Zo, wie is die sexy boy? Zeg, oh, wat een mooie walk is. Oh, wat. Yes! Hey, reed onze fit even trouwens. Dit is toch een bizar goede fit. We hadden dus allemaal broeken besteld eerst. We hadden eerst een oranje broek, dan gewoon een shirt erboven. Kwamen die broeken binnen. Die waren echt griep lelijk. Maar echt op het level dat je er gewoon doorheen keek. Dat was echt zo lelijk. Dus toen hebben we besloten om dit soort pakken te doen. Dat vonden we echt heel leuk. Hey baby, luister. Milo, heerlijk. Heerlijk, Milootje. Maakt het niet uit omdat... Kijk nou mensen, what the fuck, dit is toch zo ziek. Ik kan hiervan blijven genieten, ik vind het zo mooi. Oh, joh, joh. Het is echt tijd om een goede muziek een keer uit te brengen, want dan kunnen we de volgende keer misschien wat meer nummers doen. Maar dit is toch doodziek. Hey, Warren, zit je vast in mijn hoofd? Want als jij langsloopt, staat mijn hart stil, zijn alle bijtjes heel leven gedood. We bewegen ook wat makkelijker op het podium dan een jaar geleden. Als ik even... Want als jij langsloopt, staat mijn hart stil, zijn alle bijtjes. Die hadden ook allemaal andere kleuren oranje aan. Echt zo lelijk. Echt afschuwelijk, zeg. Hey, wel filmen, niet zingen. Doe een stop met filmen. Ga zingen of zo. Wat een onzin is dat, joh. Kijk, jij lekker filmen, lekker zingen en lekker pilsje, wijntje. Kijk nou. Check dit. Wat de f***. Wij zien dus, je staat hier en je ziet eigenlijk alleen deze mensen. Dit zie je gewoon. Dit stuk. Dit en dit. Maar dit, het overgrote gedeelte, zie je gewoon niet. Dit zie je gewoon oprecht niet. Ook echt leuk dat de mensen wel mee. Hey, I Love Bankzitters. Esso naar haar. Esso, komende 100 artiesten heb jij een I Love Bankzitter. Ja, misschien had je wel van elke artiest een I Love ding. Maar dat verwacht ik niet. Dus shout out naar jou. Daar komt ie. Ik was een beetje bang dat Rut hem daar weg ging draaien. Dus je hoort een beetje ook mijn spanning in mijn stem. Ik vind het op zich wel een mooie foto. Misschien ook dit op Instagram plaats. Mensen, er staat een link in de beschrijving. Daar kan je deze foto downloaden. Doe ermee wat je wil. Maar dan heb je hem in ieder geval. En een mooie lach. I love bankzitters. Yes! Hoor je die varen? Kijk, het lijkt dus net alsof ik... Maar ik zing dus echt mee. En het is niet geplayback. Alleen, het is gewoon echt spannend.
spot on. Hé, ik doe even een hartje. Hartje naar de fans. Hé, ik wil trouwens even één ding zeggen over de fans. Ik zag een hoop filmpjes voorbij komen van fangirls die dit allemaal gaaf vonden. Die er niet bij waren. Denk ik, dit is voor mij 18 plus, voor zover ik weet. Prima, leuk dat jullie allemaal filmpjes plaatsen. Maar kap alsjeblieft met zeggen met zo trots op deze gasten. Hou je bek. Ik heb jullie omarmd, fangirls. Jullie weten, wij zijn niet altijd lekker gegaan. Aan het begin was ik een beetje van, dat ik een beetje gek werd van al jullie comments. Op zich, jullie comments, ik kan ze nu wel waarderen. Allemaal prima. En ja, jullie zijn op zich ook allemaal hartstikke aardig. En ik ben ook heel eerlijk. Vaak zijn de shows waar veel van jullie zijn, gaan de mensen het meest los. Dus dat vind ik echt heel leuk. Maar kap met zeggen, zo trots. Zo trots op de mannen. Zo, hou je smoel. Ik cringe gewoon helemaal in elkaar als ik dat lees. Zo trots. Je bent trots op je kind. Als je kind zijn school haalt of je een rijbewijs, dan ben je trots. Je bent niet trots op ons dat wij op 58 staan. Het is gewoon werk wat we doen. En het is wel vet. Het is leuk. Het is gewoon nice. Zet er gewoon, dit is echt nice. In plaats van zo trots. Nou. Ja, hier staan we, de bouwvakker. We staan ook mooi, hè. Rob en Milo met die anderen aan de buitenkant en wij drie in het midden. Ja, dit is echt een shot. Dit is een shot. Bankzitters. I love bankzitters. Ik ben zo trots op deze... Nee! Ik trots is een kutwoord. Maar dit is tof. 3, 2, 1, let's go! Ik ben stapel gek op jou. Vanaf day one. Zit je vast in mijn hoofd. Hey, hebben wij ze of niet playback te Jorien Matt, omdat hij een andere, echt een andere toonhoogte zit. Op jou, vanaf day one. Zit je vast in mijn hoofd. Vast in mijn hoofd. Zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt. Hey, shout out naar haar voor het harde meezingen. Staat mijn hart stil. Hey, shout out naar hun. Shout out naar jullie. Breda, nu wil ik jullie horen. Maar ze... Wat? Breda. Ik ben ervan overtuigd dat zij een ander nummer zingt. Ze zingt la 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 la. Ze zingt I Will Survive. Dit is toch vet? Dan sta je dus, je moet even voorstellen mensen, wij kunnen echt helemaal niks, hè. Het enige dat wij zijn is gewoon een vriendengroep die elkaar kutten. Wij kunnen helemaal niks. En dan sta je daar en dan hou je je microfoon omhoog. En dan hoor je gewoon zoveel mensen het refrein van een boyband nummer wat je voor de grap hebt gemaakt zingen. Ja, dat is echt... niet te beschrijven. Dan krijg je echt een boost van. Dat is niet normaal. Echt, ik zweer het je. Maar ik kan best wel goed in gevoelens omschrijven. Alleen dit krijg je gewoon zoveel energie van. Het is echt, krijg je gewoon helemaal een soort van trilling in je borstkas. Een stijf pik. Niet normaal, kijk nou. Dames en heren, jongens, meisjes. Hebben we er een beetje zin in? Ik hoor jullie niet. Hebben we er een beetje zin in? Zo, mensen los, hè. De volksmanager weet hoe ze moet toespreken. Er komt een grap van de helft zijn van onze act. Want dat was vorig jaar natuurlijk. Had ik een leuke grap van. We zijn goed en slecht nieuws. We zijn pas op de helft en dan hier komt het laatste nummer. Maar nee. Nee, nee, nee. We zijn pas op 1/3. Waarom juichen mensen hierop? Er komen zoveel goede artiesten. Waarom juichen mensen hierop? Dat is dan niet te geloven. En we zingen met z'n allen tover. Geef me 1k en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali. Heb die onzin gezien. Money stekken stekken is de kwaliteit van ons team. Ik ga... Besef trouwens dat, je hoort misschien nu nog. Ik was dus echt ziek verkouden. Maar echt. De dag hiervoor hadden we een optreden. En dan had ik echt... Ik zat in die bus. Nou, ik ging gewoon helemaal bad. Ik werd helemaal warm, koud. Echt koortsig, zeg maar. Echt heel mijn neus vol, weet je. Dat je echt helemaal niks meer kan. Ook als je, zeg maar, uitblaast. Nou, nu stond er al bijna niks uit. Maar toen kwam er echt helemaal niks, weet je. Helemaal geen lucht ook. Ik heb echt allemaal paracetamol genomen, ibuprofen. En toen ben ik hier opgetreden. Dus ik stond eigenlijk helemaal vol van de drugs. Ik denk, je kan het aan mijn shirt of Gucci erin zien. Ik heb een bochel en een bodycount van 2. Maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Wow. Stop met werken als ik 30 ben, ja dat nee. Hey, 538, stel jullie hebben de vocals van ons los. Ik weet niet of dat zo is. Maar stel jullie hebben dat. Zou je die naar mij toe willen sturen? Dat lijkt mij echt heel leuk. Ik ben namelijk echt benieuwd als ik gewoon de vocals los heb. Hoe dat klinkt. Er zit dus geen autotune op onze microfoon, dat je dat weet. Maak me maar belachelijk, noem me maar respect niet. Net zo respect is mijn rekening, spraak niet. Maat, wat kom je doen met je black banana kleren? Betaal meer dan jouw vermogen aan het voor mijn deur parkeren. Zag je meisje huppelen, geile kont onder die blazer. Pakte haar in Utrecht zoals Younes kreeg voor vrees. Geloof je haar als ze zegt van niks te weten? En we zingen met z'n allen zo goed! 1K en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die onzin gezien. Mooi die stekken stekken is de kwaliteit. Mooi dat er drie tegelijk. Dit is een goed shot dit. Altijd gezegd, we moeten niet dezelfde kant op lopen, want dat slaat ergens op. Kijk. Lopen de drie jongens dezelfde kant op. Elke nacht maak ik voor, ik slaap mijn hoofd leeg. Jij gooit shade over dat ik het vanzelf kreeg. Eerste 5 jaar voor een hongerloon.
Oh. Commercieel als ik nu wat honger toon. Mooi kompas. Maar ik kom pas als ik twee kop pak. Voor minder volk dat. Wat jij solo doet, noem ik een teamsport. Ik leef day to day, jij wanneer er gestort wordt. Mooie hoofd, mooie ogen, mooie kontje. Jullie weten tegenwoordig, ik hou voor blondje. Altijd lente bij de tandartsassistenten. Ben de tandarts, wil je gaten. Goed shot dit. Gouden platen en platina. Ik heb van alle drie die dingen er geen aangevraagd. Hey. Ja, dit is niet heel. Dit is niet heel, heel goed. Hey. Heb geen zorgen voor mijn tijd hierna. Zie je mij in je dorp, heb ik saaf gemaakt. Geef me 1k en ik tover de tint. Ik hoef daar. Hey, kijk! Bankzitters, we love you! Shout out aan jullie. Dikke vette resto. Breda. Dit is mooi. Dit is voor ons een ongelooflijk bijzondere dag. Niet alleen dit festival, maar wij hebben ook net backstage gehoord dat de DJ's van Radio 58 onze grootste hit unaniem hebben verkozen tot meest lid, de beste nummer aller tijden ooit ter wereld. Beste nummer, lid, nummer even altijd ter wereld. Even kijken of jullie hem kennen, doe met me mee. Je blik richting mij. Is dit voor sneeuw? Harder! Je blik richting mij en de dingen die zijn. Heerlijk. Die mensen kennen gewoon allemaal, hè? Dat is toch zo ziek. Wat een hit is dit, mens. Kijk, hier had ik dus mijn oortje uitgedaan en je ziet hem hier hangen, mijn oortje. Maar ik was hem dus kwijt. Want normaal hangt hij dan over je schouder, maar ik kon hem niet vinden. Kijk hier, ik zoek hem. Kut, waar is hij? Kut. Huh? Je ziet hem zo krabben van, hè? Waar is dat ding nou? Raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf maar staren naar je. De Rut gaat even de lucht in, hoor je dit? Ik blijf maar staren naar je huppelpillenbenen. Huppelpillenbenen. Een kijk, bang zit het shirtje, shout out naar jou vriend. Het is niet oranje, maar kan jou het schelen. Ik mag wachten om bij jou te kunnen zijn. Huh? What the fuck? Ik zweer het je, we hebben een video opgenomen laatst. En daar gingen we een probleem van kijkers oplossen. En dit was een van die kijkers. Ik weet het 100% zeker. Ik weet het echt 100% zeker. Mooi probleem had hij ook. Ja, die ga je binnenkort zien. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Dat is goed dat hij dus niet doorzong, want anders klinkt het dus niet. En nu liet je dus publiek zingen. Ja, we leren het. We leren het. Het is niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het. Ja, je ziet me lachen, want ik had gezegd, ik moet 3 keer moet die kwijt doen. En vorige keer ging ik 3 keer nat, dus ik zei nu, ik ga alleen de laatste doen. Die eerste 2 ga ik niet doen. Die eerste 2 ga ik gewoon, dan laat ik het publiek zingen, die derde doe ik hem. En trainen, hè. Ik heb ook tijdens al die opdrachten hiervoor, ging ik hem elke keer wel doen, om te oefenen met die kwijt. Want die is lastig. En ik wilde gewoon niet weer nat gaan, dus ja, nu moest ik lachen, want iedereen wist dat ik hem niet ging doen van ons. Alleen, dat publiek natuurlijk niet. Mijn focus ver te zoeken, zit de hele les te zweven. Niet normaal over mensen. Ik wil best doen dat we bij 20.000 likes op deze video, stel we gaan volgend nog een keer naar Koningsdag, dat we dan je blik doen zonder backing voices. Dat we dan echt live je blik doen. Dat zou dan lachen zijn. Vinden jullie ook niet? Daar komt die mensen, daar komt die. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Boom! Ik had hem! En je hoort hem amper, omdat dus hij vrijwel gelijk is met hoe ik hem zing in nummer. Op dat hoekje, daarna was ik het kwijt. Yes! Je hoort ook, ik schreeuw mijn blijheid, schreeuw ik in de microfoon. Was ik het kwijt. Yes! Gingen we nog afsluiten met een heerlijke hartslag. Ja, schitterend. Dit was zo vet, we hadden dus afgesproken. Okay, we gaan dus doen met een soort klappen, dat je dan zo klap, 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 klap. Je klopt geen reet van. We klappen allemaal op een andere manier. Toch? Nou, Rut en Matt klappen sowieso niet gelijk. Volgens mij klap ik ook niet goed. Voor mij klappen allemaal op een ander ritme. Maar dit is zo vet, moet je zien. Kijk nou, niet normaal. Kijk, dit is zo vet. Fucking mooi, jongen. Hé, hey, wat is dit voor poepzooi?
Goldband en Armin van Buuren voor onze fucking zieke set. Ja, hier baal ik alweer van. Je verwacht het haast niet, maar we hebben onszelf weer overtroffen. Het enige wat ons nu rest is om een nieuwe hit te maken. Dat moeten we gewoon doen. We hebben gewoon een nieuwe hit nodig. Ik zat even de comments te kijken. Russo maakt echt een feest van show. Dit zie je enkel in Nederland. YouTube, die worden eigenlijk nog bij een echt festival. Fantastisch dit. Nederland behandelt zijn YouTube echt goed. We zijn de enige niet-zangers volgens mij die zijn op dat niet echt artiesten op dat festival. De flikkert wel maar weer mooi. Chapeau man. Hey Ruud, dankjewel. Eerlijk, deze gasten hebben toch best wel YouTube samengegroeid en noem echt vrienden op zoveel mooie mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dit vorig jaar ook een comment was die heel hard ging. En dat iemand daarom nu geplaatst heeft. En dat het daarom, even kijken hoor. Eerlijk, deze gasten hebben best wel YouTube samen gegroeid. Echte vrienden roepen zoveel mooie momenten samen. 2000 likes. Eerlijk, het is dezelfde kiezer. Dezelfde gast. Het is dezelfde gast die comment heeft geplaatst. Dat vind ik wel bijzonder. Mooi gebaar van Koenen die zijn haar weer even ver verkoning zag. Maar ben ik blij dat ik bij Free Your Mind was in Breda. Oké, Hans. Oké, Hans Hangjas. Is goed, jongen. Ga toch lekker daarheen, vriend. Ga toch lekker daarheen. Mensen, ik hoop je het leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik je bij de volgende video. Ik zeg de groeten.